luisteraars. Vandaag is het een heel speciale dag, want onze reportageploeg gaat een interview doen met niemand minder dan Koen van Mechelen. Lena, hoor je mij? Luid en duidelijk, Bente. Ga je nu over tot de reportage? Zeker. Mevrouw, ik heb mijn assistent en wij zijn van Radio Velle. Zouden wij een paar vragen mogen stellen? Ja, maar niet de moeilijke zijn. Kent u Koen van Mechelen? Ah, is dat hier Koen in het sportpaleis altijd in vuur en vlam? Nee, dat is Koen Waters, Koen van Mechelen. Denk dat ik het weet. Is dat nu weer eens Parenti van Samson en Kruid? Nee, dat is Koen Krukke. Ik kan het niet spijtig genoeg niet laten zien. Toch bedankt en nog een prettige dag. Dan zien we nog iemand. Dag mevrouw, ik ben mijn assistent en wij zijn van Radio Pellen. Zou ik een paar vragen mogen stellen? Van de radio? Ja, wij. Oh, tuurlijk. Hebt u ooit al gehoord of kent u Koen van Mechelen? Koen van Mechelen, even denken. Hè. Is dat niet misschien Kippen? Die in Texas, ja. Kennen ze met zijn kiekenskram. Ja, is ze volle vrouw en ze deed daar nooit geweest. Probeer geen reclame te maken, hè, maar zo lekker en ik heb curry. Amai. Ik heb het niet over een meneer achter een kraam, maar over een kunstenaar en een wetenschapper. Oh, maar die ken ik niet. Ik heb ondertussen wat honger gekregen. Ik ga niet. En als je meer wilt, je mocht ze. Ah, nee, dank je. Ik moet de reportage hebben. Dag. Bette. Ja, ik denk dat Koen van Mechelen vol ongeduld op je vraag zit. Ga je nu naartoe? Ja. Dag Koen van Mechelen, ik heb mijn assistenten, wij zijn van Radio Velle, dus hadden we een paar vragen mogen stellen. De eerste vraag. Wat is uw lievelingsdier? Mijn lievelingsdier is een kip, denk ik. Dat is logisch. Hebt u huisdieren? Ik heb er veel, ja. Ik heb 3 honden, ik heb 2 katten, maar ik heb 3000 kippen en... 5 kamelen, 20 alpaca's, 30 lama's, 12 arenden, een drietal pauwen. Ja, dat zou het zijn. Een vijftal struisvogels en 10 emus en nog eens 12 pauwen. Nambus. Dat zijn er veel. Heeft u nog een andere beroep? Nee, ik ben alleen maar kunst. Oké. Hebt u een gezin? Ik heb een vrouw, ik ben 26 jaar getrouwd, maar ik heb geen kind. Vindt u onze gemeente een beetje leuk en aangenaam? Ik vind uw gemeente zeer leuk en aangenaam. Trouwens, mijn vrouw komt van hier. Dus ik vind Wat is uw favoriete reismiddel? Ik vrees dat dat het vliegtuig is. Waarom? Omdat ik daar het verst mee kan dragen. Wat was je droomberoep als jongen van een 6e leerjaar? Koken. En dat ben ik. Hoeveel talen spreekt u? Ik denk dat ik 4 talen spreek, waarvan dat je er maar 2 echt wil horen. Nederlands uiteraard, het Engels, het Duits, een beetje Italiaans en Frans. Dat is wel gek. Wij waren vorige week op sneeuwplassen. Kan u ook skiën? Absoluut niet. Een duidelijk antwoord. Welk land maakt tot nu toe het meeste indruk? Tibet. En waar ligt dat ongeveer? Tibet ligt boven in de Himalaya. Dat ligt China en India. Dat maakt het meeste indruk omdat je op een bepaalde hoogte komt waar je als mens tamelijk moeilijkheden hebt om te overleven. En de schoonheid van wat de boeddhisten daar gebouwd hebben is fenomenaal. En in welk land zou je het liefst wonen? Ik denk wel. Natuurlijk. Verzamelt u nog iets anders? Ja, ik denk wel dat ik veel verzamel, maar alles wat ik verzamel maak ik kunst mee. Ik denk dat mijn kunst altijd gaat over mijn rust.
verzameling van de licht. Lust u champignons? Heel graag. Hoe vier je hier verjaardag? Het hangt er vanaf. Dikwijls niet. Soms zit ik op het vliegtuig, soms ben ik weer thuis. Maar zoals je ziet, het liefste is wat ik doe, is gaan eten. Hebt u thuis alpaca's voor hem? Ja. Vreselijk wel. Interview bedankt en terug over naar de studio. Interview komen met een celletik in actie. Beste teamleden, beste. We staan hier in basisschool Tamsebellen en hier staan we op een grote stoel. Goed, mama. En ik ga hem direct een paar dingen stellen. Beste Koen, vind je je kunstwerken echte kunst? Ik heb dat tevoren nogal gezegd. Eigenlijk zijn ze niet zo belangrijk om dat echte kunst is. Ik denk dat het vooral iets doet met de kunst. Ja. Lust je graag kip? Ik lust zeer graag kip. Ah. En in welke vereniging? Coco vin vind ik wel heel lekker. Ofwel met Morillus, champignon. Ja. Heb je al een eitje gegeten van een gekruiste kip? Meer dan één. En dat is lekker? Mest, kaka, blu!
Champions!